tweemaal het tweede bekertoernooi voor. Maar het is een hele belangrijke vanavond voor Southampton. En vaak de beste in het toernooi in de League Cup. Kijken de laatste jaren er maar op na. Van de laatste vier toernooien van Manchester City erin. De shirt van Manchester City. Erik Garcia, die tegen Watford al meedeed. En acteert in het hart van de verdediging. Zo zou het er wel eens uit dat dit normaal gesproken binnen de kortste keren. Io, invaller afgelopen weekend, houdt PSV er dus niet. Doyle. Angelinho. Nou, dichtbij zijn goal toch. Angelinho. Nou, gaan we voor eigen succes. Nee, kiest voor die Juvo. Agüero ziet het opkomen van Mahrez. Jesus. Die bal willen vandaag ook wel van hem willen zien. Mahrez. Richt af op McCarthy. Vorig jaar lang voor gestudeerd te hebben. De vraag is wanneer de eerste goal heeft. Ook voor Doyle. Het is een prachtige opening. Mahrez in het zijnet. Goed gevonden. Het wijkt het duel met Valeri. Door Foden. Zit even wat pit in nu bij City met Mahrez. 17 miljoen misschien. Niet naar een spits uit de champion. Raheem Sterling die dus opbreekt. Maar Agüero is er wel. Kan hem er bijna in koppen. Krijgt een zetje van Stevens. Ja, maar wat wil je? Blind ingezet door Walker. Jesus zet ze op de zijlijn. Dat is een betere. En daar zijn de problemen groot bij McCarthy. Uiteindelijk loopt er. Bal zo in de voeten bij Jesus. Romeo aan de kant. 62 tot 75 cent de bal heeft. Misschien wel meer. Maar dat het nog geen uitgespeelde kans heeft. Geen Laporte, geen Sané. Ook naar Mahrez. Bal laag. Heel. Kan zo. Staat wel zelf voor elkaar te krijgen. Zijn naam Eraan. Manchester United. Mahrez, Bernardo en over. Mahrez. Schot nummer 2. Maar hij ging niet. Als hij kans om te schieten. Ik daar nog even over met de scheidsrechter. Die kijkt ondertussen naar deze voorzet en ziet dat hij erin gaat. Het is 1-0 voor Manchester City. Goal Otamin. Het heeft nog lang geduurd. 20 minuten met zoveel balbezit. Kan hij wel gebruiken dit succesje, want had het lastig de laatste weken. Vertrouwen heeft in een goede afloop. Er ligt veel ruimte achter Heuberg. Hij kiest juist Nino. Geen buitenspel, nee. Zowel Bednarek als Foden neemt de bal mee. Houdt hem binnen voor de achterlijn. Op deze manier. Eigen goal bij Southampton van Wesley Hood. Daar ligt wat ruimte. Door net op tijd geschoten. Angelinho. Weer zo'n gelifte bal. Hoofd van Bednarek. Vrije trap. Dat Doyle daar wordt geraakt. Daar komt Agüero. Naast. Scheelt nog wel een paar meter voor de captain van City. Klon. Dat is aardig gedaan. Mooie lichaamsschijnbeweging. Foden, Walker. Goede aandacht. Villa misschien wel een strafschop had moeten krijgen. De overtreding van Romeo op Jesus. Hebben. Doyle. Goed voorgezet door Doyle.
Hier is de keeper misschien wel nodig nu, want ja, Aguero vrij. En dan is het dus hangen. 54ste wedstrijd, toch een goal. We komen met een gouden randje in de 38ste minuut. De keeper is volledig kansloos. Oh, Aguero. Zijn opening naar Angelino. Bernardo is mee en ineens prachtig. Mahrez met de linker op. Dubbel 1-2. Foden biedt zich aan. Jesus gaat buitenom. Dat is Max Verstappen bescheiden. Maar er zal nog wel wat gaan bijkomen in de tweede helft. Het ziet er niet naar uit dat Southampton voor een gevaar gaat zorgen. Is mij geen wissel zo. Aan het begin van de tweede helft die door Jonathan Moss in. Oh, bal breed. Nou, uithalen maar. Mahrez. Mooi balletje bij Bernardo Silva. Weer de keeper. McCarthy. Goed. Kantoor, dat heet dan Betfred. Er zijn veel van dat soort kantoren in Engeland. Angelino. Mooi van Danso. Wat heet. Toen is Stevens. Foden, dat is een goede bal van Foden. Dan moet hij er alleen nog eventjes in uitkiezen. Maar, ach, dat is toch goed werk hoor, daar bij Southampton. Prowse, 22 duels in de basis. 30ste minuut. Riyad Mahrez. Die mag spelen. Net als op het middenveld, Tommy Doyle van Manchester City. Angelino naar binnen toe. Walker snelt langs Heuberg. Dan zo. Dat is nog een beste bal ook. Belangrijke weken die het is allemaal erg gelafjes eigenlijk. Veel ruimte, veel tijd. Het kan een nare tegenstanders, zo kan het natuurlijk ook. Voor Southampton. Shea Adams. Foden. Sergio Aguero. Bernardo Silva hier doet. Even er doorheen, bal aangeraakt. Ja, is het buitenspel of niet? Aguero viert voorlopig feest, dan is het dus 3-0. Bij de 11 minuten in de tweede helft. Is vandaag een videoscheidsrechter. Bij de clubs in de Premier League die thuis spelen. Wordt hij ingezet. De bal van Danso. Foden. Nu dan misschien Foden. Garcia. Speelt alsof hij nooit anders heeft gedaan. Zonder hem waren ze nog veel verder weg van huis geweest. Angelino. Buffon. Buffon is dan eerst een schot op doel. Jawel, en de keeper moet aan het werk. Schrikt wakker. Tekort Romeo. Krijgen we nu zo'n fase dat Southampton het... Silva, Garcia, Angelino, de vergroten, Redmond, aardig teruggetrokken, goed meegenomen. Trap Ward-Prowse natuurlijk en naast het is Stevens, Stevens, Joao Cancelo. Goed van Valeri. Prowse legt hem achterin. Daar is het doelpunt wat er toch wel een klein beetje zat aan te komen van Jack Stevens. 3-1. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Het is nu al de tweede keer dat hij heel erg vrij staat voor het doel van Brouw. Pakten ze bij Southampton nog een puntje tegen Wolves. En vierde. Foden.
voorzet, hoekschop. We blijven dus nog even op de bank of aan de zijlijn staan.